Dit is de Panasonic DT60-serie. Een mooie design televisie met echt alles erop en eraan. De specificaties van de DT60-serie. Het is een LED-televisie. Hij is Full HD. Hij heeft 1600 Hz. Hij heeft 3D en u krijgt erbij 4 brillen. Hij heeft een snelle processor. Hij heeft Smart TV. Hij heeft een Twin Tuner. Hij heeft ingebouwde wifi. Hij heeft USB HDD recording. Met andere woorden, je kan op je harde schijf kan je favoriete programma's opnemen en later terugkijken. En deze LED-TV beschikt over energielabel A+. De DT60 is te verkrijgen in de 42 inch maat en dan heeft hij een diagonaal van 107 cm. Hij is te verkrijgen in de 47 inch maat en heeft hij een diagonaal van 119 cm. Hij is te verkrijgen in de 55 inch maat en heeft een diagonaal van 140 cm. En zoals hij hier staat, is de allergrootste maat, dat is namelijk de 60 inch maat en heeft hij een diagonaal van 152 cm. De look and feel van de DT60-serie. Aan de voorkant heeft hij een chroom en aan de zijkant heeft hij een geborstelde aluminium. Afgehoekt design. En als we dan helemaal naar beneden gaan, hetzelfde chrome randje zitten. En daar weer onder hebben ze een transparante rand zitten die over de hele onderkant doorloopt. Dan bij een design tv hoort uiteraard ook een design voet zitten. Nou, die heeft een chrome V-vorm heeft hij erin. Zit die ook wat naar achter staat geplaatst, zodat hij een klein beetje zweeft met een geborstelde aluminium voet. En deze televisie wordt geleverd op een zwivelvoet, wat betekent dat je hem zowel naar links als naar rechts kan draaien. En omdat het een LED-televisie is, hebben ze hem mooi dun kunnen maken. Tegenwoordig kan je natuurlijk een stuk meer met een televisie dan alleen televisie kijken. En dat noemen ze bij Panasonic Smart Viera. Er zijn twee manieren om de content op de televisie te krijgen. Dat is door middel van de apps en door middel van je mobiele apparaten. Zoals bijvoorbeeld je smartphone of je tablet. En door middel van de apps kan je bijvoorbeeld het laatste weer, het laatste nieuws of het verkeer checken. En zo kan je gebruiken van allemaal videodiensten, zoals bijvoorbeeld YouTube, Vimeo en nog veel meer. Zo kan je ook je social media in de gaten houden, zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook. En je kan er ook gratis beeld mee bellen via Skype. En zo kan je ook via de webbrowser het open internet op. En dan kan je iedere pagina open die je wil. Nou, in dit geval natuurlijk ook eventjes Plasma Discounter. Maar zo kan je ook uitzending gemist kijken. Iedereen heeft namelijk zijn eigen voorkeuren en het mooie van Panasonic is dat je je homescreen helemaal zelf kan indelen zoals je dat zou willen, met je achtergrond, met de apps die je bekijkt en je kan altijd ook nog televisie blijven kijken. Deze televisie heeft ook een web content optimizer, wat dat betekent is alles wat je op het web vindt, daar verbetert hij het beeld. Dus er zit een slimme chip in die het ook goed laat zien op zo'n groot beeld. En een andere manier om content op je televisie te krijgen, dat gaat via de smartphone of de tablet. Want zo kan je namelijk je laatste foto's en video's op je televisie bekijken. En het maakt niet uit of je een Apple of een Android device hebt. Je downloadt de Viera Remote 2 en op die manier zit je gekoppeld met je televisie via je wifi netwerk. En zo kun je ook via deze app hem gebruiken als afstandsbediening. Nou, dat is natuurlijk hartstikke handig. Maar ook op het moment als je aan het surfen bent op het web, dan kan je hem gewoon gebruiken als toetsenbord. En toch wel de mooiste, dat is die van Swipe and Share. Dus we pakken deze video, die willen we op de televisie zien. Plop! En je krijgt hem zo op de tv. Ook hebben we afspelen op afstand. Dan kan je namelijk op je tablet door al je apparatuur die erop aangesloten zit, kan je zowel op je tablet als op je televisie kijken, zoals bijvoorbeeld de harde schijf of je NAS. En via slim kalibreren kan je televisie heel uitgebreid op je behoeftes aanpassen. Deze televisie kan je ook bedienen met je stem. Nou, dat kan via de portable device, je telefoon of je tablet. Dat is dan voor het internet, dat is voor de programmagids, maar bijvoorbeeld ook je televisie kan je ermee bedienen. Nou, we geven even een voorbeeld. Zoek Plasma Discounter
internet. Vet shit. Volume 40. Volume 40. En op deze manier kan je de televisie ook bedienen met de touch remote en dus ook de spraakbediening. En verder is deze afstandsbediening handig om makkelijk te kunnen browsen, sneller naar de hoofdpagina te gaan en hij ligt ook nog makkelijk in de hand. Deze televisie heeft een dubbele tuner voor de DVB-T, DVB-C en DVB-S en natuurlijk de combi ervan. Op deze manier heb je dus de beschikking over twee signalen, dus je kan twee beelden tegelijkertijd kijken of je kan het ene beeld kijken en het andere opnemen. En op deze manier kan je dus je kamsloten op verschillende manieren vullen. Hè? De ene bijvoorbeeld met digitaine en de andere bijvoorbeeld met satelliet of de een bijvoorbeeld met de bekabelaar en de andere met de satelliet. Deze Panasonic televisie heeft passieve 3D, wat inhoudt dat je niet alleen maar links, rechts, boven en onder hebt, maar je hebt nu ook diepte. De achterkant van de televisie is zwart, maar is wel van metaal. Dat is natuurlijk toch wel weer wat meer van kwaliteit dan kunststof. En een beetje links van het midden zit de stroomaansluiting en rechts onderin zitten de andere aansluitingen. Linksonder zit de Ethernet-aansluiting. Nou, een stuk bekabeld kan je dan aan het internet aansluiten. Altijd handig. Hij heeft natuurlijk ook ingebouwde wifi, maar ik zou het toch bekabeld doen, want dan is hij net eventjes wat stabieler. Hij heeft twee satellietaansluitingen, omdat deze jongen natuurlijk de dubbele tuner heeft. Dan de antenne-aansluiting, de SCART met verloopaansluiting en de component met verloopaansluiting. En die zijn gewoon meegeleverd bij deze televisie. En omdat hij een dubbele tuner heeft, zien we hier ook weer de twee common interfaces, zodat we die samen met de CAN-module en je dubbele abonnementskaart direct in deze televisie kunnen steken. En dat is natuurlijk weer handig, want dan kun je alles bedienen op die ene afstandsbediening van Panasonic. Dan de digitale audio, de optical. Dat is om het geluid over je home cinema set te laten lopen. Dan hebben we 1, 2, 3 HDMI-aansluitingen, waarvan 1 HDMI is Audio Return Channel. Dat is ARC. Dan kan je via de HDMI-kabel kan je ook het geluid van de televisie op je home cinema set laten afspelen. Deze televisie heeft ook 3 USB-aansluitingen om op die manier USB-stick of je harde schijf op deze jongen aan te sluiten, zodat je je foto, video of materiaal direct op deze televisie kan afspelen. Maar hij heeft ook nog een 3.0 aansluiting en op diezelfde aansluiting kan je ook de harde schijf zetten, zodat je dan ook nog eens keer dubbel kan opnemen. Ook heeft hij een koptelefoon aansluiting en een SD-kaartslot, zodat je al je foto's en videobestanden van je foto- of videocamera direct op deze televisie kan afspelen. 95% van de klachten die bij ons binnenkomen zijn gewoon op te lossen door het gebruik van nieuwe kabels. Je hebt namelijk twee soorten kabels. 1 is om het signaal binnen te krijgen en 2 is om je randapparatuur aan te sluiten. Je kan de duurste apparatuur hebben, maar op het moment dat het bij de bron al misgaat, ja, dan heb je er natuurlijk helemaal niks aan. Wij adviseren de Hirschmann kabels en dat heeft natuurlijk een reden, want ze hebben namelijk het kabelkeurlabel en dat houdt namelijk in dat je gegarandeerd goed beeld en geluid binnenkrijgt. Ja, we hebben natuurlijk alle onderdelen om jou goed op weg te helpen. De contactdoos, de splitter, de connectoren en dan natuurlijk de kabels in alle lengtes en natuurlijk ook de signaalversterker. En deze signaalversterker is ook een splitter waardoor je meerdere televisies kan aansluiten voor bijvoorbeeld op de kinderkamer of de slaapkamer of misschien wel de keuken. En dan natuurlijk ook ontzettend belangrijk zijn natuurlijk de kabels voor het aansluiten van de randapparatuur. Wij maken gebruik van de kabels van Vivanco, simpelweg omdat het de beste zijn. Op de televisies van tegenwoordig zit natuurlijk veel meer dan alleen maar televisie kijken, hè, zoals internet, 3D, noem het eigenlijk allemaal maar op. En om te zorgen dat je deze functies kan gebruiken, moet je wel zorgen dat je HDMI-kabels up-to-date zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de SCART-kabel. Dat geldt natuurlijk ook voor de DVI-kabel om je laptop aan te sluiten. Optical voor het geluid van de home cinema set. Coaxiaal voor het geluid voor de home cinema set of Blu-ray speler. En natuurlijk de componentkabel. En natuurlijk niet te vergeten om internet aan te sluiten, de LAN-kabel. Dus koop je een nieuwe Blu-ray speler, home cinema set of tv, oude kabels, weg ermee. Ja jongens, want waar breekt die ketting? Inderdaad, bij de zwakste schakel. Als je een mooie platte televisie hebt gekocht, ja, moet je hem natuurlijk niet op de voet zetten. Het kan natuurlijk wel, maar het mooiste is door een mooi plat aan de muur te hangen. En Vogels heeft voor alles de oplossing.
Van de kleine televisie vanaf 19 inch tot en met de grote televisie tot en met 70 inch. Bij vogels kan het aan de muur hangen. Kijk, platter dan dit kan toch niet? Maar lig jij in bed en wil jij de televisie gekanteld hebben? Ja hoor, ook daarvoor de oplossing. Maar zit jij in een ruimte waar jij vanuit iedere hoek televisie wilt kijken? Jawel, ook de oplossing. We kunnen hem helemaal van de muur halen. We kunnen hem naar rechts zwenken. Nee hoor, we kunnen hem ook gewoon naar links zwenken. Maar wil je hem gewoon ook weer even kantelen, doordat je op de grond ligt? Ja hoor, ook dat kan. Zeg het maar. En wil je hem mooi plat tegen de muur aan hebben? Dan kan dat ook. En wil jij de kabels mooi wegwerken? Aluminium, wit of zwart, de kabelgootjes. Kortom, maakt niet uit wat voor tv je hebt en hoe je hem zou willen ophangen. Vogels heeft daar altijd de oplossing voor.